Mercedes-Benz deze eerste generatie CLS op de markt bracht, ja, was het wel een sensatie. Een vierdeurs coupé, heel elegant. De Alfa's die kunnen natuurlijk nog zeggen, ja, Alfa 156 had daar ook een beetje trekjes van. Maar zeker de daklijn van de CLS, ik vind het gewoon nog steeds een hele mooie auto. Ja. Stuurt best prettig, maar het is ook vooral een hele comfortabele auto. En met ja, eigenlijk gewoon hele dikke motoren. Hè? Alleen maar 6 en 8 cilinders. Op AutoScout 24 staan er ongeveer 100 te koop. De helft heeft een dieselmotor en 30% heeft een V8. Automatische versnellingsbak, standaard, lederen bekleding, volgens mij ook standaard. Ik heb geen CLS'en gezien zonder. Ja, de uitrustingen zijn ook gewoon wel heel erg mooi. Heel veel auto's met een open dak bijvoorbeeld, veel auto's met navigatiesystemen en prijzen. Nou ja, beginnen ze ongeveer bij 15.000 euro. Zoals bij alle auto's waar veel opties op zitten, en zeker de elektronische opties, probeer alle knopjes even uit. CLS is op zich niet heel kwetsbaar in dat opzicht, maar er kan gewoon veel stuk. Dus probeer gewoon even de stoelen, alles van de navigatie, de airco en ook bijvoorbeeld specifiek de luchtvering. Het was optioneel voor de 6-cilinder modellen. De 8-cilinders hebben het volgens mij altijd. En die luchtvering is echt heerlijk. Verschillen tussen de standen zijn gewoon best wel groot. Hè? En comfort, dan deint die gewoon lekker. En sportstand hebben er 2 van, dan wordt het allemaal wat strakker. Maar op leeftijd kan het voorkomen dat ja, de luchtvering stuk raakt. En het is gewoon duurder om te maken dan een regulier onderstel. Alhoewel je daar natuurlijk ook wel eens een schokdempertje of een viertje moet vervangen. Een specifiek aandachtspunt van de CLS zijn de ramen. Die gaan een stukje naar beneden als je de deur open doet. En dan moeten dan weer dicht gaan op het moment dat je de deur dicht doet. Nou, dat wil wel eens van slag raken. Dus check gewoon even alle ramen, alle deuren even open en kijk of ze zeg maar netjes dicht blijven. Wat je anders bijvoorbeeld kan krijgen is dat ze elke keer weer eventjes zakken. En als je hem dan weer met de hand dicht doet, dan gaat hij wel weer dicht. En dan zakt hij soms weer en soms blijft hij dicht. Nou, best wel irritant, dan krijg je natuurlijk windgeruis. Automatische versnellingsbakken zijn in principe betrouwbaar, maar het kan geen kwaad om ze af en toe te laten spoelen. Dat is preventief onderhoud. Het zou niet meer moeten bij moderne automaten, volgens alle fabrikanten. Maar in principe is het wel een goed idee om af en toe daar even alle rotzooi uit te laten spoelen, nieuwe olie. En dat voorkomt zeg maar schakelproblemen. Of als je beginnende issues hebt met die bak, dan wil het wel gewoon eens oplossen. Dan wat betreft de motoren, de CLS 350, benzine, die heeft balansassen, maar de tandwielen van de nokas die aandrijven, die willen wel slijten. Gaat de motor onrustig lopen en dat is een hele dure reparatie om te fixen. Er is wel coulance mogelijk, maar ja, hoe ouder de CLS wordt, hoe moeilijker dat natuurlijk gaat worden om dat bij Mercedes voor elkaar te krijgen. Dan de CDI diesels. Als je bij de koude start een ratel hoort, dan kan de distributieketting zijn opgerekt. Dat is gewoon te verhelpen, maar als je daarmee doorrijdt, dan heb je potentieel echt fikse motorschade. Dus wees daar gewoon heel alert op. En bij de CDI's wil de turbo nog wel eens in het spruitstuk lekken, olie. En dat betekent dat je het spruitstuk zou moeten vervangen. En check bij een Occasion CLS of er ook 2 sleutels aanwezig zijn. Die gaan af en toe kapot. En nou ja, het makkelijkste is natuurlijk als je die auto toch gaat verkopen om hem dan maar niet te vervangen. Dus even controleren. Heb ik 2 fatsoenlijke sleutels erbij? Dan dit exemplaar, CLS 350. Mooie AMG-uitvoering, die vonden we bij AutoWust. AutoWust is wel een grappig bedrijf, want die hebben bovenste verdieping en daar hebben ze een museum en daar staat gewoon heel veel bijzonder spul.